Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben de Verdekkers en ik wacht nog steeds op mijn pakketje tussen 8:30 's morgens en 9:30 's avonds. Maar picknick komt ook nog vanavond tussen 6:30 en 6:30. Dus, yes. Een van de ratjes heeft mij gebeten in mijn wijsvinger, dus het is ook heel erg pijnlijk, de beestjes wat die doen, of wat ze doen. Spikey deed dat. Spikey moet ik nog leren dat ze geen eten krijgt van mijn hand zelf, zo zeg maar. Als ik mijn hand zo doe in de kooi. Pas als ik zo doe, geef ik eten. Maar ja, dan moet ik ze nog leren. Ze zijn nog jong. Maar ik hoop niet dat het voor altijd zo is. Want dat is cheer. Niet dat er iets wat te zien is, denk ik. Of wel, ja, een beetje. Hier zo. Ik denk niet dat het te zien is op camera. Maar het voelt niet echt lekker als een rat gaat bijten. Dat doet echt zeer. Nou, ik heb Vince net wakker gemaakt, want zijn wekker is niet afgegaan. Hoe zou dat toch komen? Eens kijken. Hey Vince, ben je bezig met tanden schrobben? Ja. Oeh, tanden schrobben. Water in het, hoe heet dat ding ook weer? Bekertje, dank u. Ja, ja. Nou, Vince gaat lekker tanden schrobben en ons zien jullie straks weer. Ga eens opzij, joh. Ga eens opzij. Zo, nog een keertje. Ik ben er nog niet. Leuk. Jee, tot straks allemaal. Pakketje van MS-moeders binnen. Holy shit, wat sta ik er allemaal bij, joh. Ik kom menu. Oké. Als ik dit voor mijn verjaardag ook. Ik kan het aantrekken op mijn verjaardag, ja. Ik ben trouwens ook aan het video bellen met Fabienne, jongens en meisjes. Zo. Ik kan het verjaardag aantrekken als het leuk is. Ja. Oh. Jezus, dat ding is wel heel groot. Oh, dat is pyjama. De kleur staat je wel, denk ik, heel mooi. Ja, dat is pyjama. Is dit echt een pyjama? Ja, kijk hoe lang dat ding is. Was het eigenlijk al shirt bedoeld? Nee, ik was vergeten dat het pyjama is. Dus ik ga het niet aantrekken nu. Ik denk er ook. Nou, dit is een legging. Of zoiets, een korte legging. Die ga ik nu niet aantrekken of zo, maar... Ja hoor, iedere als ik een korte legging zoek, is die lang bij mij. Dat is waar, ja. Jij bent natuurlijk best klein. Ik ben maar 1,55 meter, jongens. XXL is dit ding. Jippie. Daar past mijn dikke reet wel in. Wat dikke reet heb je niet, hoor. Nee, lijkt me zo. Nou, en dan de laatste. Oh, twee keer dezelfde kleur. Nee, dat was niet de bedoeling. Nee. Ik wou een andere kleur. Nee! Maar wat ben jij dan? Huh? Wat staat hierop? Pyjama's. Pyjama al de hele dag. Lekker toch? Dat staat erop, hè? Ja. Dat is echt een pyjama. Oh, dit is het broekje ervan. Of zoiets. Oh, dat is leuk. Jezus! Zo dik is mijn reet nou ook weer niet. 3 keer XL dit ding. Ik moet echt nadenken wat ik haal. Nou, dit is dus het broekje. Maar dit lijkt net zo'n oma broek, zeg maar. Nee, dan kan je in ieder geval sexy naar huis. Ja, echt. Nou, dit zijn dus de kledingitems. Ik ga ze niet aantrekken nu. Maar ik ga er een stukje op. Oh, ik moet echt nadenken met wat ik doe. Maar echt, man, dit is toch niet te geloven? Een stuk. Echt, man. Nou, oké, ik kan naar buiten. Wauw, dit is echt zacht. Ik was helemaal vergeten dat het pyjama's waren die ik heb gekozen. Wist je dat niet? Nee, ik was het vergeten. Ja, je kan het op zich aan op je verjaardag, maar...
Ja, nou ja, ik denk niet dat dat echt een dank wordt afgenomen. Wat zeg ik even? Ik denk niet dat dat echt een dank wordt afgenomen als ik dat doe. Nou, mensen, dat is dus mijn vlogavontuur voor dit. Ik krijg zin hier al. Die rat heeft me ook gebeten in mijn vinger vandaag, dus dat gaat goed. Ik moet nog ontbijten, dat heb ik niet echt goed gedaan. Dus je eigen schuld, dikke bult. Ja, ik heb dopinda's gegeten als ontbijt. Heel slecht mens, ik weet het. En mensen horen ook nog het Sims 3 geluid wat ik aan het spelen ben. Nou, ik kom in nu 60 euro korting. Stel je persoonlijke maaltijdbox samen. Kies uit 13 leefstijlen en wekelijks 25 nieuwe seizoensrecepten. Nou, misschien moet ik maar eens een keertje gaan kijken. Eet jezelf gezond. Ja, ik kan wel een keertje doen voor mij. Nou, tot straks mensen. Rep je scherpe nagels. Begeleiding van Vince is geweest. Heeft best een tijdje geduurd. Waarom ga je nou ineens daarheen? Zoe? Joehoe, waarom ga je daarheen? Van gezondheid. Ja, dankjewel. Dat is lief. Ja, dat is lief. Dat is lief. Ik weet het. Ik heb geen zout bij me, ja? En Vince vindt het maar niks als ze bij hem zit. Je zweet, dus dan zit je ook zout. Oh. Ja, dat is waar. Vince zegt, je zweet. Auw! Dan heb je ook zout. Auw. Zoe, die ging ineens helemaal naar beneden. Wat doe je? Zoe, hou op. Blijf stilzitten. We gaan eventjes naar de cafetaria. Ja? Hallo, Zoe, ga je mee? Nee, hè? Zoe gaat niet mee naar beneden. Nee, Zoe gaat niet mee. Ja, je bent een lieve ratje. Zo. Ja. Auw, dat doet zeer. Rat. Dat doet zeer, ja? Dat doet zeer. Ja, het is lief. Je bent lief. Ze is echt lief. Ik hou van ratjes. Ze is zo lief, wil ik graag bij je zijn. Wat ben je aan het doen, joh? Zo. Nee, 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 nee. Zo, in de kooi. Goed zo. Ja. Ja, ga je er weer uit. Ga je er weer uit klimmen. Lief, 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 lief. Kijk goed mens, want op een dag is ze echt heel groot. Nu is ze nog klein. Eigenlijk mag ze dit niet. Kom maar mee. Ja oké, je gaat zelf erin? Toch niet? Hup, daarin. Hier gaat ze ook vaak zelf op, maar ik zet ze er ook wel eens op en ze gaat iedere keer zelf vanaf. In het begin deed ze dat niet. Ja. Zoe vindt het leuk om bij je te zitten. Luna heeft iets van, laat me alsjeblieft met rust. Ik kom vanzelf wel. Spikey en ja, Keiko, die houden het nog voor gezien. Die zijn ook nog maar één dag hier. 1 of 2 dagen. Dus een tweede dag of niet? Ze zijn gisteren hier om 11 uur binnengekomen. Dus is het een eerste dag of tweede dag? Gisteren is binnengekomen. Ja, om 11 uur. De eerste dag. Hè? Eerste dag. Nou, de eerste dag en ze eerste slapen alleen maar. Hè? Eerste dag, de nacht hebben ze al buiten hier. Ja. En twee dagen eigenlijk. 2 dagen dus. Ja. Ja. Nou ja, ik vind het wel leuk. Je hebt ze... Nu... Ja, een dag. 24 uur. Mm-hmm. Iets langer dan 24 uur, denk ik. Mm-hmm. Yay! Ja. En ja, we werden net gebeld of we eventjes langs gaan komen bij cafetaria. Dus we gaan eventjes daarheen. Nou, ik ga mijn best doen om even naar beneden te gaan. Want ik merkte al met lopen naar beneden toen ik het pakketje moest ophalen dat mijn benen niet echt mee wilden werken. Maar we gaan ervoor. Wat is er? Omdat je niet lang niet gelopen hebt. Gisteren heb ik gelopen. Ja, trap op, trap af. Oh, op die fiets. Heel goed, ja. Ik ga mijn best doen, meneer. Geen lief doen tegen mij. Alleen maar niet tegen jou. Yay! Zoe!
Ik heb zo je geleerd niet te bijten in mijn vingers. Zo. Kijk, ze bijt niet. Gelukkig. De anderen doen dat nog wel. Luna ook niet meer. Nou nog Spikey en Keiko. Yay! Lief. Nou, ik had een slechte dag wat lopen betreft buiten. Het ging voor geen meter, dus dat is echt heel erg balen. En nu ben ik een beetje aan het kijken wat de ratjes doen. Want als ik nu daarbij ga zitten, kom ik niet meer overeind. En het is altijd leuk om naar ze te kijken wat ze doen. Ja, ik heb met Vince buiten gelopen en het ging niet. Dus eventjes op een goede, beter moment wachten dat het weer beter gaat. Dat komt allemaal helemaal goed. Ja, Vince is nu weg. Alweer. Nou, alweer. Hij is met de buren, een van de buren, van, nee, met de cafetaria-eigenaar, naar een andere cafetaria gegaan om daar Ajax te gaan kijken. Ja, dat kan tegenwoordig ook. Dus, ik wacht gewoon af tot hij weer hier is. Ik weet niet hoe laat hij terug is, het zal 6:15 beginnen. Dus ja. Hey, Keiko, Spikey! Ze zijn eindelijk eruit, een beetje. Oh, geen ruzie zoeken alsjeblieft. Ja, dat wordt een ruzie. Ze maken ruzie met elkaar, denk ik. Ik hoop dat het goed gaat, want de grote zijn best wel overheersend. En het valt me op dat als ik Keiko wil oppakken, dat ze iedere keer gaat piezen. Dus daar ben ik ook mooi klaar mee. Niet leuk, maar ja, ze moeten nog zindelijk worden, denk ik. Spikey die heeft iets van laat me alsjeblieft met rust en kijk hoe die pist. En zo die wil er dolgraag uitgehaald worden. Dus ja, het is eigenlijk leuk, die verschillende ratjes. Hé, nou zie ik ze. Nou zie ik Spikey weer, ze rent naar boven. Een soort van. We gaan even een wedstrijdje houden, een wedstrijdverslag. Hoppa. Ik ga, als binnenkort die Doenabak binnen is, dan ga ik de ratjes daar eventjes in doen. Dan kan ik de kooi gaan verschonen. Dan kunnen ze... Want in dat rijstbakje wat ik heb voor ze, dat is te klein. Dat kan ik wel laten zien. Even kijken. Voorzichtig lopen. Dat vind ik te klein voor ze. Om daar een paar uurtjes in te zitten. Of nou ja, een paar uur. Maar dat vind ik te klein voor ze. Een dunne bak is 2 keer zo groot. Dus, ja. Ja, yeah, Spikey. En nou laat je je wel zien, hè. Maar de rest van de dag helemaal niet. Nou ja, zeg. Ik voel me in de steek gelaten door je. Niet lief hoor. Hé, meiden, daar beneden even netjes zijn, hè. Drink gewoon samen. Maar Spikey is ook wel groot. Vergeleken met Zoe en Luna. Even een lampje aanzetten, dan zien jullie het beter, denk ik. Dan zien jullie hun beter. Zo. Ja, hey Luna. Luna, Spikey. Luna. Hey. Ja. Spikey die bijt nog snel. Oké, ik ga toch even op de grond zitten. Ik ga het gewoon proberen. Kijk, hier heb je Keiko. Super kreng. Kijk, dit geluid doe ik. En dan ben ik benieuwd of ze ook komen. Ja. Yeah. Hey Luna. Oh, doei. Joehoe. Ja, hallo Spikey. Ja, je komt nu wel een beetje kijken, hè, uit jezelf. Ja. Echt mooi, vind ik haar. Ja, Spikey bijt nogal, dus ik ben een beetje bang dat ze bijt. Hey, Keiko. Keiko. Iemand thuis? Joehoe! Hoi, iemand thuis? Ja, hallo. Hoi. Zijn leuke ratjes. Hallo ratje. Kijko. Ja, doei. Joehoe. Spikey. Zoe. Geen idee waar ze zijn. Ze hadden hier al hun drolletjes neergelegd. Ook niet te prettig gezien om daarin te slapen dan, lijkt me. Dus die drolletjes heb ik er maar uitgehaald vandaag.
Het is echt vies hoor, wat ze doen af en toe. Het is niet leuk meer. Hey, hallo. Joehoe. Kijk al. Kijk al. Ja, hallo. Ik heb het tegen jou, ja. Oh, hey, hallo. Heb het even beschaafd in de kooi, ja? Even beschaafd houden, ja, in de kooi. Even netjes blijven. Yo, take it easy. Don't fight with each other. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Overleven jullie het wel? Want er zit er nog eentje daar te eten, hè? Er zitten nog twee baby's daar. Hallo. Yo. Oh, nou, Zoe is het zat. Luna, Zoe, jullie zijn de baas. Zodat het even zat. Goed zo. Yo, jullie zitten met z'n vieren erin. Come on. Zoe wint. Zoe nam het over. Wauw. Nou, ik ben echt... Ik kan genieten van ratjes gewoon. Hier kan ik van genieten. Joehoe. Koek, koek. Nou, 3 dagen later en ze komen er nog niet uit. Nou, we hebben veel leuke dingen gedaan vandaag. Ik weet niet of het nog wel was. En wat weet jij nou? Ik weet naar jou. Jij hebt meer leuke dingen gedaan. Want jij bent naar de training van de cafetaria-eigenaar gegaan. Van zijn kinderen. Nou ja. Dat heeft Vince dus gedaan en ik was hier. We zijn later gekomen omdat de cafetaria-eigenaar en zijn compagnons waren aan het overleggen, vergaderen. Dat liep een beetje uit de hand, maar niet uit de hand, maar liep tot laat door. Waardoor we de training van zijn kinderen hebben gemist, van de zoons. Ja, ik niet. Ik was niet mee. Nou ja, de cafetaria-eigenaar en ik. Maar ja, dan hebben we wel een kopje chocolade wel gedronken. En de zoon, één zoon van de cafetaria-eigenaar had fris genomen. En de rest allemaal chocolademelk. Ja. En ja, ik wil wat meer gaan praten, maar ik denk dat jij er wat te zeggen. Ik heb niks meer te melden. Ik was de hele tijd alleen met de ratjes aan het spelen. Ratjes? Probeer het tam te maken. Tam maken? Zijn al tam? Nou ja, Spikey en Keiko nog niet. Die moeten nog wel eens leren. Weet je te kijken wie Spikey en Keiko zijn? Ja. Nou, jullie weten dus wie welke ratten zijn. Ik heb geen idee wat het is, welke naam, welke rat draagt, geest. Nou ja, zeg. Wat? Je weet toch wel wie Zoe is? Nee. Nog wat. Ja, je moet die mishandelen. Ja, hallo. Hoi. Dit is dus... Zoe. Ja, juist. Ik heb wel gedoucht en alles. Ja, dat is een rat op ons zitten. Oh, hey, als ze gaat poepen. Oh, hey, als ze gaat poepen. Ze wil naar mij toe. Ze moet je niet, Vince. Nee. Ga maar bij papa zitten. Zo. Nee. Ja, kom maar, Zoe. Zoe, kom maar. Nou, dat is dus het avontuur met de raadjes. De nageltjes zijn een beetje scherp. Vince, kom eens naast me staan en eventjes, als je wil. Hi, baby. Ja. Okay. Dus wij gaan de vlog samen afsluiten met de rat. Zo, toch? Ja, dit is Zoe. Dit is Zoe. Luna. Dit is Zoe. Dit is Zoe. Ja, je bent lief. Nou, wij gaan de vlog weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Wat was het ook weer? Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren. En een blauw duimpje omhoog, dat vind ik leuk. Zou ik heel erg lief vinden. En ik ook. En dan zien we jullie weer bij de volgende vlog. Dus met bij deze weer. Keiko, Zoe en Spikey. Spikey en Luna. Luna. Dus bij deze weer. Rollatos!